Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ik ben live en ik heb nu contact met Malti Putai. Malti, je zit meer in Dubai. Waar ben je op dit moment? Ik zit er nu in Suriname, ja, heerlijk. Dat is een hele grote afstand, Paramaribo, Dubai. Je zit nu in Paramaribo, in Suriname. Ja, klopt. Wat deed je in Suriname? Ja, ik was gevraagd om op de bouw, woon- en huishoudbeurs hier te staan. En ik heb er even over nagedacht. En toen dacht ik van, waarom niet? Ik kan het altijd proberen. Het is sowieso mijn land waar ik ooit geboren ben. En ik heb er nog steeds binding mee. Dus ja, give it a try. Ken je ook van Dubai, want daar... zit je in vastgoed, hè? In de makelarij? Ja, klopt inderdaad. Ik heb een eigen kantoor, vastgoedmakelaarskantoor. Uh-huh. Inmiddels al langer dan 3 jaar. En ik zit zelf 6 jaar in Dubai vastgoed. Uh-huh. Klopt inderdaad. En de vastgoedwereld in Dubai is echt booming. Hoe lang woon je al in Dubai? Inmiddels 7 jaar. Is het een plaats om te wonen, Dubai? Het lijkt me zo'n vakantiegevoel altijd als ik er kom. Ja, voor veel mensen is het ook zo. Hè? Dan, ik moet je eerlijk zeggen hoor, als de mensen komen en ze zeggen van ik heb dit gezien, dat gezien. Dan hebben ze nog meer gezien dan ik die daar woon. Hè? Want dat heb je altijd als je in een land woont en werkt. Dan is het toch anders dan als je als toerist komt. Maar wonen en werken is gewoon echt een heel goed alternatief hoor. Om Dubai als land te hebben. Of tenminste, Dubai is geen land, maar Dubai als stad is gewoon een heel goed alternatief, ja. Okay. Mm-hmm. Het lijkt zo op een hele grote open kermis, Dubai stad vooral. wie zijn de klanten van jou? Wie kopen huizen daar in Dubai? Want ik denk, ja, als je in Dubai wil wonen, moet je wel geld hebben. Want elke move verdient de stad, de Emiraten aan. Wie zijn de kopers? Wie koopt een huis nou in Dubai? Ja, mensen die zeg maar investeerders, maar het hoeven ook niet hele grote investeerders te zijn hoor. Iedereen die zeg maar een klein beetje kapitaal heeft, want je kan iets al krijgen vanaf 150.000 euro tot the sky is the limit. En omdat ze werken met een bepaald soort systeem waarbij je lager kunt instappen. En naarmate de tijd vordert, los je gewoon af. Dus je hoeft niet al het geld in één keer op tafel te leggen. Wordt het voor heel veel mensen ook bereikbaar. Dus ook mensen die niet gelijk al het vermogen in één keer hebben, kunnen toch instappen. En dat maakt het zo aantrekkelijk. Ik hoor een bedrag, 150.000 euro. In Nederland koop je geen schuur hoor, met 150.000 euro. Ja. Kan je een huis daarmee kopen in Dubai? Ja, precies. Ja, je kan een heel one bedroom appartement krijgen. Echt, het is ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen, dit is wel echt een aanbieding die als warme broodjes de deur uitgaat. Dus het is niet een standaard aanbieding. Normaal gesproken zit het wel een stuk hoger. Maar ja, dit is wel een hele mooie opportunity in de market die je normaal gesproken niet zo snel te zien zal krijgen. Ja. Nou, dan mm-hmm. doe even reclame. Heb jij huizen van 150 in die range? Of ik huizen heb van 150 in die range? Ja, en ik bedoel in die klasse. Ja. om te verkopen. Ja, dat is dus zeg maar op dit moment kan ik daar inderdaad voor mensen schakelen. Ja. En ze hoeven zeg maar een aanbetaling te hebben van wat is het ongeveer 36.000 euro. Mm. En de rest betalen ze dan in een aantal jaar betalen ze het zeg maar af. Weet je, dus renteloos. Dus het is allemaal heel interessant. Daardoor wordt het voor toch veel mensen bereikbaar. En dat is en dan ben je eigenaar van het huis, eigendom?
Ja, fully ownership, ja. Geen leasehold, echt. Ik werk ook niet met leasehold. Er zijn inderdaad wat projecten die ook leasehold zijn. Maar ja, dat sta ik zelf niet achter. Dus daar ga ik ook niet voor bemiddelen of aanraden. Dus dit is full ownership, ja. Okay. 100%. Ja, want het valt mij ook op dat Dubai gerund wordt door heel veel expats. Ik zie bijna geen echte, hoe noem je mensen daar? Mensen van Dubai zelf. Hoe is het dan om als, ik zeg, ik koop een huis daar. Kan ik daar wonen? Hoe staat het met verblijven, vergunning? Hoe werkt zoiets? Ja, die vraag krijg ik vaker te horen. Nou, zijn wonen en investeren zijn twee verschillende dingen. Je kunt daar investeren zonder dat je daar hoeft te wonen. Het gros van de beleggers, die doen dat ook, van de investeerders. Die doen dat trouwens al jaren. Dubai is niet van nu. Het is al bij vooral de Aziatische investeerders is het al heel erg bekend dat het een hele goede rendement oplevert. En nu is het zeg maar in de rest van de wereld doorgedrongen. En dan is het nog meer in trek gekomen. Maar als je wil wonen, dat is weer wat anders. Want dan heb je te maken met bepaalde wetgeving. Dat je dus een visa moet hebben om te kunnen wonen. En dat kan je op verschillende manieren kan je dat verkrijgen. Dat je in dienst bent of een eigen bedrijf opricht. Of als je een bepaald bedrag in je vastgoed investeert, dan kan je hem ook al krijgen. Okay, maar dus je kan niet zomaar gaan wonen daar. Ik bedoel, als ik een huis koop, dan is dat nog niet legitiem voor mij om te wonen. Moet ik nog meer dingen in orde hebben? Hoe woon ik daar? Ik bedoel, ik kan een huis kopen van 150. Ik ken mensen die zo willen kopen, maar die hebben die informatie ook nodig. Wat moet je nog meer doen? Ja, als je zeg maar zo'n huis koopt van 150, ja, dan ben je er nog niet, want dan heb je nog geen visa. En visa moet je wel krijgen om daar te kunnen wonen. Dus of je hebt een job, weet je, van een werkgever die je aanneemt, of je zet je eigen bedrijf op, of je investeert ietsje meer. Je gaat naar de 175.000 euro toe. Of 180, een beetje in die range. En dan ga je een property investment visa krijgen op je investering, je vastgoedinvestering. Ja, en dan met die visa krijg je ook je Emirates ID. Met je Emirates ID en je visa kun je ook een bankrekening openen. Dus dan ben je eigenlijk rond. Maar je moet wel een bedrijf openen, want ik wil misschien alleen maar gaan renteneren. Maar niet nu, maar... Nee, je hoeft geen bedrijf te openen. Je hebt drie manieren om een visa te hebben. Ja, maar wat zijn als de manieren? Mensen specifieke... daar wil ik concreet over hebben. Wat zijn de manieren dan? Want je koopt een huis, maar dat wil nog niet zeggen dat je een visa automatisch krijgt, toch? Wat zijn de manieren, die drie manieren om een Emirates visa, een beetje permanente Emirates visa te krijgen? Ja, dus de drie manieren zijn of je komt je werkgever... Je hebt een werkgever daar, die geeft je een job. Of je opent een eigen bedrijf. Of je investeert ietsje meer. Je investeert ongeveer 175.000, 180.000 euro. Of zeg maar ongeveer 2 ton. En dan kan je op je property ook een investment visa krijgen. Oké, dat is duidelijk. Ik ga dan naar Suriname, want daar zit je nu dan. In welk land ben je aangekomen? Je kwam in Suriname aan. Hoe kijk je naar jouw geboorteland? Ja, toch, toch vertrouwd. Hè? Het is heel erg vertrouwd. Dat gevoel is er ook. Normaal heb ik na een week heimwee. Dan wil ik alweer terug naar Dubai. Nu vind ik het nog wel heerlijk, weet je wel. Ik zit er nu al wat langer, ja. Mm-hmm. Oké. Ik zag voorbij komen op in Surinaamse media. Ik zag de minister ook van Openbare Werk en jij was erbij. Op een beurs. Wat voor beurs was het? Dat was de woon- en huishoudbeurs, bouw-, woon- en huishoudbeurs. Het was georganiseerd van 26 tot en met 30 april in het voormalige Flamboyant Park. En
Wat je daar zag zijn verschillende exposanten van A tot en met Z die alles daarmee te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld een bedrijf in keukens, verschillende bedrijven die prefabhuizen opzetten, bedrijven in meubels, vloeren, decoratie. Verschillende banken. Ik geloof dat alle banken van Suriname vertegenwoordigd waren. Dus ja, echt een hele mooie, levendige beurs. Maar jouw business is in Dubai en daar is je core business. Daar zit je in de makelaardij. Wat doe je in Suriname dan op zo'n beurs? Is de bedoeling dat jij ook daar potentiële kopers en klanten werft? Hoe moet ik het zien? Ja, nou wat ik dus, omdat ik gevraagd was, moest ik wel even nadenken van is er inderdaad wel een markt voor. Maar goed, er zijn ook wel Surinamers die beleggen in andere verschillende landen. Op Curaçao, op Miami, in Nederland. Dus en er zijn ook Surinamers die misschien helemaal niet weten hoe het systeem van Dubai werkt. Dat je feitelijk al met een lagere instap al zeg maar iets zou kunnen kopen. Dus dat stuk wilde ik onder de aandacht brengen bij de mensen. En daar is ook heel positief op gereageerd. Ja. Zie je Surinamers de property kopen in Dubai? Of hoe is er animo? Ja, waarom niet? Als ze zeg maar ook in Miami, Curaçao, Nederland kunnen kopen, waarom niet Dubai? Maar kijk, je moet eerst kunnen weten hoe het daar werkt en hoe het in elkaar steekt, weet je, voordat iemand zo'n soort overstap gaat maken. En ja, dan heb je dus ook een betrouwbare persoon nodig. Iemand die al jaren daar zit, die de ins en outs kent, wet en regelgeving, die je aan de hand kan nemen. En dat is het stukje waar mensen vaak tegenaan lopen. Vandaar dat ik dacht van, het is misschien wel een goed idee om daar toch ook te staan. En hoe vond je jouw presentatie zelf op de beurs? Hoe heeft Suriname op gereageerd? Wat zie je terug? Wat is de outcome? Mensen hebben heel positief gereageerd. Ze hadden echt zoiets van, wauw, dat toch een stukje Dubai hier naar Suriname komt. Eigenlijk wat er gebeurt is dat je mensen hun horizon verbreedt. Mensen weten al van Dubai, ze vinden het ook heel interessant. Maar nu komt het een stuk dichterbij. Dus ze kunnen toch zien van hoe het werkt en hoe je in het land zou kunnen komen of als je wil investeren, hoe ze dat zouden kunnen doen. En vooral ook, kijk, je hoeft niet iedereen hoeft zeg maar een investeerder te zijn, maar je mag wel dromen en je brengt toch een klein beetje een droom bij iemand ook. En het is goed, mensen moeten ook, weet je, ja, iets breder kunnen denken, meer kunnen zien van de wereld. En daar is heel positief op gereageerd, ja. Ik maak heel veel politiek programma hier en het valt mij steeds op. Mensen klagen over woningnood in Suriname. Er wordt niet gebouwd na zo'n beurs. Wat zie jij zelf als mensen uit de branche? Wat zie je zelf? Nou, ik heb hele mooie exposanten gezien op de beurs met prefab woningen en ja, ik vond dat heel interessant. Ik was ook heel erg verrast hoor. Ik vind dat als ik kijk naar de ondernemers in Suriname die ik ook daar allemaal een beetje heb meegemaakt. Dat zijn hele vooruitstrevende mensen met een blik op de toekomst, met een visie, heel hard werkend. Maar door de hele politieke situatie in Suriname raken deze ondernemers onderbelicht. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk altijd een schaduw ligt. We hebben het altijd, als de Suriname in beeld komt, is het altijd politiek, politiek, politiek. Maar deze mensen, die hardwerkende mensen met een vooruitziende blik of die Het zouden veel meer een platform moeten krijgen. Die mensen zie jij, die krijgen geen platform, vind jij?
Nee, ik vind niet dat deze ondernemers, als ik zeg maar vanuit als buitenlander zeg maar naar Suriname kijk, dan zie ik eigenlijk alleen maar politieke berichten. De hele alle nieuws en zo. Ja. Terwijl de andere kant, door deze beurs zie je dus dat die mensen, wat het potentieel van Suriname is in ondernemerschap, die zie je anders totaal niet. Door deze beurs komt het naar buiten. En anders had ik het ook niet geweten. Maar waarom wordt er zo weinig gebouwd in Suriname? Want het is bijna iets van de politiek, hè? We gaan mensen huisvesten, mensen hebben geen woning. Waar komt dat tekort van? Want ze hebben alles daar, toch? Om daar te bouwen, hout tot stenen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, zo diep in wat er in Suriname gaande is met betrekking tot de politiek, weet ik eigenlijk niet. Maar er is inderdaad van alles. Er is veel grond, er zijn bouwmaterialen en zo. Dus het zou toch misschien een beleid moeten zijn van de regering als er echt woningnood is, om wat sociale huurwoningen of zo op te zetten. Ik dacht juist dat jij een paar mensen uit de Emiraten naar Suriname gebracht hebt om daar te bouwen. Het wil niet zeggen dat het een het ander uitsluit. Nee, de mensen waar jij woont, in Dubai, daar zit het geld juist. Ik denk, Malti neemt dan een groep investeren mee naar Suriname om te gaan bouwen. Eenmaal van deze wereld, je kent ze allemaal. Ja. Ja, kijk, het een sluit het ander niet uit. Je weet het nooit, hè. Maar de meeste Arabieren, die hebben echt nog niet van Suriname gehoord. Als ik daarover praat, dan weten ze het eigenlijk niet. Maar met alles wat in de toekomst eraan zit te komen, kan het uiteraard wel een begin zijn dat ze wel georiënteerd kunnen worden. En ja, als ik ze zeg maar tegenkom, zal ik ze zeker daarop attenderen. Ook aan de andere kant heb ik ook leuke projecten gezien die voor andere mensen ook interessant zouden kunnen zijn om andersom in Suriname te investeren. Ja. Oké. Okay. En deze beurs, je kijkt positief terug op de beurs. Is het dan jaarlijks terugkerend of het is gewoon eenmalig? Hoe moet ik het zien? Ben je volgend jaar weer? Ga je terug? Wanneer is de beurs? Ja, volgend jaar denk ik zeker dat ik weer van de partij zal zijn. Dit was geloof ik de 11e editie. Mm-hmm. Dus deze beurs die vindt al jaren plaats. En als je zag dat er hele huizen werden gebouwd op de beurs. En hele keukens werden neergezet. Het is echt het is echt iets van Suriname wat echt onder de schijnwerpers kan komen te staan, weet je. Het is ook druk bezocht. Ik geloof 20.000 bezoekers. Dus ja. Helemaal niet verkeerd. Nee, ja. En wie weet, misschien nemen we volgende keer investeerders mee om Suriname te helpen met huizenprobleem, woningnood daar. Ja, we zeggen nooit nee. Je weet nooit hoe dingen zullen lopen. Dus ik heb altijd goede hoop op op de zaken zoals ik het tot nu toe gezien heb. Mm-hmm. Maar zijn er animo van Surinamers nu? Heb jij die gezien, Surinamers, die nu zeggen van jongens, door de presentatie wat ik hier allemaal gezien heb op de beurs, ga ik in Dubai investeren. Is dat, zijn er concrete dingen? Nog niet concreet, maar het is wel zo dat mensen wel meer interesse hebben om wat meer te weten te komen. Ja, er zijn wel wat mensen die wat meer te weten willen komen. En je blijft in Suriname nog genieten van het weer in Suriname? Ja, en nog even werken ook. Dus volgende week vertrek ik weer. Dan ga ik in één keer weer door. Lange reis voor de boeg. Maar het zo op zo'n weekend en dan lekker ontbijten. Zo in de natuur is toch wel heel heerlijk, ja. Mooi zo. Ik wil je danken voor jouw tijd en een mooi gesprek. Malti Putai, live vanuit Paramaribo. Graag gedaan, Frans. Dank je wel ook. En voor mijn luisteraars, Malti is ondernemer in Dubai. Maar zij was op een beurs in Suriname, een woonbeurs. Er heeft van de nodig om met Malti live hier te praten.
Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.